Hallo dames en heren, super dat je allemaal kijkt naar zo'n gloednieuwe video. Mijn naam is Dave. Ik ga vandaag naar Jennifer doen. Waarom heb ik de camera zo laag? Ik weet niet. Weet je, omdat de zon anders te weerkaatst. Nee, maar ik ga naar Jennifer toe. Ik heb al lang niet meer een video gepost, maar dat lijkt jullie wel eventjes allemaal zo uit. Dus ja, want ik ben eigenlijk. Oké, weet je, ik leg het gewoon niet uit. Ik ben eigenlijk op zoek naar werk. Maar ik vind godverdomme niks. Dus ja. Ik zie jullie zo meteen. Dat was dus de reden waarom dat ik niet heb gefilmd. Ik was overal aan het solliciteren aan deze shit. Dus ja. Heel vervelend. Altijd als camera aan staan, ik moet niet, ze komt er niet uit. Waarom niet? Domme. Nee, maar we zijn onderweg naar Jennifer toe. Ja. Het is laag. Het is 25 graden. Het is lekker weer. En we lopen lekker met een t-shirt. Ja. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Ja, ik ben net wakker, alles zo schoon in mijn ogen. En ben onderweg nu naar Jennifer toe, alweer. Ja, alweer. Ik word gebeld. En op dat moment zijn we in één keer heel stuk verder. Ik ben kapot, jongens, de buskist. Ja. Verdomme. Hier sta ik weer in de tunnel. Ja. Nog steeds weet ik niet wat ik goed moet zeggen. Check maar. What the fuck, kijk hoe blond dat ik ben. Huh? Meestal als ik de camera zo beweeg. Dan weet je gewoon dat ik zo ben aan het lopen, dat ik wel echt kapot ben. Ik ben gewoon echt moe. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik moe ben. Oké, nee, dat was een grapje. Normaal ben ik wel hyperactief. Maar misschien dadelijk, misschien moet het nog opkomen, opkrikken. Het komt allemaal helemaal goed. Dus daarvoor zie ik jullie wel weer zo de terugweg. Ergens anders komt het helemaal goed. Ik zie jullie zo meteen. Oké, jongens en meisjes, ik ben nu in de winkel. Maar dat is iets bij me doen. En laatst sta ik buiten in één keer en dan denk ik ook, Dave's vet hard, joh. What the fuck. Nee, maar je hebt soms zo'n dagen erbij dat je gewoon echt kapot bent. Gewoon. En dat je gewoon helemaal lastig hebt. Jennifer zit wel goed bij. Dat is Jennifer. Hey. Ja, de mensen kennen haar wel. Nee, maar in ieder geval, je hebt soms zo'n dagen erbij dat je echt gewoon. Dat ze daar bent. Daar ben ik de soep naar. Ja, maar ik ben niet blij om de vloggers niks te doen. Nou, ik moet vloggen. Nee, maar in ieder geval ben ik tegen. Dankjewel. Sorry. Maar je doet. Had je het gehoord? Taco-sokkel, hè? Echt? Ja. Ik reed naar die vrouw aan. Ja. En die vrouw liep tegen mij ook op. Dus ik zei 1,5 meter alsjeblieft. Nee, heb ik niet gezegd. Die vrouw was waardig. Als ik dit nu zo opdrink, ja, zou ik. Als ik dit nu zo op. Met lekker veel groenten. Dat is niet lekker. Dat is maar als ik dat nu opdrink zou drinken, ja. Misschien moet ik dan scheten en dan ben ik wel wakker. Oh, kijk. Doe normaal, stop. Je zit achter kast, je bent geen spiegelaar of zo, ja? Ja, ik ook, maar ja, ik vond het een saai. Ik vond het echt saai. Maar voor de mens. Ik heb een klein blikje mayo's uitgelekt. Hopen. Eet wat, ja. Die nemen we mee. Geen woord. Jawel. Maar voor de mensen die denken, Dave, waarom moet je werk zo saai? Niet alle werken saai hoor, maar even een zegje, doe gewoon werk. Ik heb
Pico 2 helemaal in delen en Pico 2 helemaal in. Ja. Dit is wat de draad moest overvoeren. En dit is wat hij zelf moest overvoeren. En wat is het verschil dan? Ja, kijk dan. Kijk hoeveel en kijk. Ja, maar kijk daar. En kijk aan de vries. Kijk waar, nu gaan we vries. Hoeveel kost die? 25 en die 270. Maar kijk wat ze dan zelf nog allemaal moest overvoeren en kijk wat ik heen nog allemaal. En ben je er nog duurder uit? Ja, als ik dit moet doen, hè. Dat wel. Ja. Nee, dat hoeft niet. Taak hoeft niet. Dat... Ik zeg eens heet. Nee, ik heb een slipper. Ah, ik dacht al. Dit is ook echt fucking lekker. Hè? Ik heb al eens een keer gegeten, maar je hebt hier verschillende dingen, maar die zijn echt lekker. Weet je wat, zo'n bakje staat, dat snijdt altijd, hè? Altijd. Fucking veel pijn. Maar ja, in ieder geval. Maar kijk, dit is weer de volgende dag. Ik was gisteren helemaal vergeten te vloggen waar ik van Jennifer afkwam. Wat dus je zit hier samen met Jennifer. Nee, ik ben nog steeds samen met Jennifer. We hebben hier zo'n box bij, een speakertje, een beeldbox. Wil je ook een napje water bij? Oh, dat is dat wel. Ah, ze wil water. En Jennifer heeft deze Fanta bij, ik weet niet wat hij dan zet. Kiwi, dat zet op. Kiwi. Dus geen sponsor van de Fanta. Ik word er niet voor betaald voor dit te zeggen. Zeker wel. Super vies. En ik heb gewoon cola bij. Cola blijft gewoon lekker. Dat heb je dichte busvisje wel. Bij wie? Niet gewoon. Dus de volgende dag, ik ben nog steeds samen met... Jennifer. Ja. En Jennifer is een beetje boos. Nee, en Jennifer is een beetje blij. Nee, ook niet. Jennifer moet om 11 uur thuis zijn. En dat is nu? 5 voor, want ze moet de hond uitlaten. En de hond moet eigenlijk precies om 11 uur thuis zijn, zo niet. De hond? De hond moet precies om 11 uur uitgelaten zijn, zo niet. Pist die daar ik binnen. Nee, ook niet. Krijg je dit voor elkaar? Bouw! Mevrouw, zeg even geen gezondheid, mie. Hallo? Ja, het is in ieder geval een partijtje warm, maar... En Jennifer zegt dat ze koud heeft. Ah? Wat? Ja, ik versta je als je zo loopt. Ik zeg, ik had het koud. Wat? Ja. Ze had het koud. Huh? Wat doe? Ik was eventjes het uitzicht aan benuttigen. Oh, wacht even een keer als je hem naartoe moet zien. Of zien we echt aan het zijn wel. Nou, loop ik toch snel. Auw, auw. Mam, sla je me altijd. Wat? Oké, jongens en meisjes, dit is weer zo'n inkakker wat ik dus altijd heb. Ik ben nog steeds samen met Jennifer. Nee. Ja, nog steeds een inkakker. Maar ja, maakt niet uit. Kut vliegtuig! Waarom verpest je altijd mijn geluid? Ja, we hebben nog steeds hier een box bij, nog steeds. Ja, die van Jai Bayal. Ik ben liever, ik zie je zo meteen. Hier komt trouwens een filmpje dat de politie gaat te dansen en alles. Komt ie? Niet ja, maar in ieder geval. Zou een serietje kijken. Huh? Ik ga maar naar buiten, hè? Nee, die klok loopt niet goed. Ik zeg ander.